Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe serie. Of nou ja, half een nieuwe serie. Super Mario 3D World. En ik ga spelen met de meest epische character ooit uit Nintendo geschiedenis. Blauwe Toad. En ik wil wel even zeker weten dat jullie dit een vette serie vinden. Dus knal massaal voor die duimpjes omhoog. Want bij de 1000 duimpjes gaan we gewoon door naar de volgende aflevering. En dat doen we bij elke aflevering. Want ik wil weten of jullie Blauwe Toad net zo cool vinden als ik. En laat ook even weten met wie ik in de volgende aflevering moet spelen. Want misschien ga ik dan wel even met een andere character spelen. Want wat is hier eigenlijk allemaal aan de hand hier in dit 3D-wildje? Deze buis die staat blijkbaar niet goed op zijn plek. En Mario en Luigi die kunnen dit wel even fixen. Lekker, maar wat is er nou met deze buis aan de hand? What? Allemaal kattenbelletjes, een kersjes, een pauwblokjes en een groen veetje. Is dit de chick van Luigi? Ik bedoel, is dezelfde kleur groen. Zou zomaar kunnen. Dit is er gebeurd. Bowser heeft allemaal veetjes gevangen. En er is paniek in de wereld van Feeland. En wij moeten natuurlijk gaan helpen. Wij met z'n vieren. Ah, daar is die. De internetbrowser à la Google Chrome. Let's go. Oh nee. Heb je nou Luigi's chickie ook gevangen? Dit is niet oké, jongen. Dit is niet oké. Ik kom je halen, hè. Ik kom je halen. Kijk naar uit, Peach. Oh, dit is niet handig, hè. Dit is niet handig. Woehoe, daar gaan we met z'n allen. Hupsakee. Maar daar zijn we. In 3D World. En daar is Bowser's kasteel met het eerste veetje wat we moeten gaan redden. Let's go! Wereldje 1. Superstart met een staartje. En we gaan natuurlijk wel proberen om alle sterren en stempels te pakken hier in deze 3D wereld. Let's go! Goomba, ga eens eventjes aan de kant, jongen. Hoppakee. Als jij niet aan de kant gaat, dan stamp ik op je hoofd. Dus ja, je moet eigenlijk altijd alles een beetje checken om te kijken waar die groene sterren zijn. Die zitten niet in deze boompies. Misschien als we deze buis doorgaan. Of we gaan gewoon onderlangs. Weet je, dat kan ook, dat kan ook. Misschien zit hier boven wel wat. Oh, wacht, hier beneden zit wat. Oké, nou, dan pak ik hier deze eerste ster. Lekker. Wisten jullie dat Toad het snelste character is in deze game? Tenminste, dat van Mario, Luigi, Toad en Peach. Ze kunnen allemaal net even iets anders. En Toad is vooral heel erg snel. En Toad, die laat zichzelf lekker hier deze buis afschieten. Oké, moet ik dit konijntje pakken voor een ster? Ja hoor, ja zeker de hypotheker. Lekker. Even kattenbelletje fixen. Nice. Even hier lekker omhoog klimmen. Nog een konijntje. Ah! Ah! Moeten we ook moederkonijn pakken? Oké. Nu worden we ineens super huge. Oké, let's go, Toad. Hier is ook wat. Ah, nee! Dat hebben jullie niet gezien. Ik wilde gewoon rustig dit kapot maken, zodat ik hieronder kon en het uppie kon pakken. Ja, maar wacht even. Wedden dat ik daarboven dat blok kapot moest maken? Waarschijnlijk zaten die stempels in die blokken daarboven. Ja, daar kan ik nou niet meer bij, omdat de paddenstoel naar beneden is gevallen. Even opnieuw. Oh, wacht even. Oh, deze had ik ook gewoon gemist, hè? We moesten die buis in om hier even de stempeltje te kunnen pakken. Ja. Dat was deze buis. Ik dacht eerst dat je met die buis gewoon hier omhoog ging, maar je moet hier omhoog klimmen. Oké, let's go. Gaan we het dan nu een keertje doen? Kom op. Wat een kadeetje. Oké, nee, niet de derde ster. Oké, waar is die derde ster dan? Is die hier ergens verstopt? Oh, hij is denk ik hieronder, hè? Hij is denk ik hier ergens onder. Ja. Oh, kijk hier. Hier is die. Ja, hier is die. En dan moeten we boven in de paal springen. Hoppakee. En dan hebben we dit level ge-100%. Door naar het volgende level, T. Koopa Troopa Grot. Ja, dat klinkt wel intens, jongens. De Koopa Troopa Grot. Weet jullie, in dit level kan je volgens mij een trucje doen. Dat je dus unlimited levens hebt. Je kan namelijk hier zo, bijvoorbeeld deze zo gooien. En dan moet je daar... Moet je dit dus exact goed timen? Als ik nu deze knop zo ingedrukt hou de hele tijd, dan kan ik dus uppies farmen. Dit is super chill. Ik hoef nu niks te doen. Ik moet wel iets doen. Ik moet dus de B-knop indrukken. En dan kunnen we gewoon zo... Kunnen we in dit leveltje al unlimited levens krijgen. Super chill. 96, 97, 98, 99. Hoppakee. 100 levens. Lekker hoor. Nou, dat vind ik wel even genoeg. Alleen, nu moet hij eigenlijk nog even stoppen. Want nu is hij wel een beetje vervelend, dat scheelt. Waarom heb ik hem precies zo afgeschoten? Dit was niet handig. Dit was niet part of the plan, jongens. Kijk, nu moet ik...
Laat me met rust, anders ga ik je weer misbruiken, hè? Ik ga jou weer misbruiken, vriend, als je de stoer gaat doen tegen mij. We gaan eventjes hier kijken. Oh, ik ging bijna dood. Dood is in het klein wel echt heel klein, jongens. Kijk hoe mini die is. Oh, kijk, nog een extra blokje hierboven. Dat is dan een uppie. Ja, lekker. Oké, hier is een ster. Let's go, let's go, let's go, let's go voor de star. Nice. Oh, dat was toch de eerste ster. Helemaal top. Oké, ik ga even hier deze checkpoint pakken. En dan wil ik hierin. Ja. Ik heb zo'n vermoeden dat hier nogal meer te vinden is. Misschien hierboven of zo. Ja, ja. Kijk, hierboven is ook wat. Of is het gewoon alleen een shortcut? Waar komen we uit als we hier ingaan? Oeh, gouden pijp. Ja hoor. Oh, dat was het al? Oké, dag. Gaan we even hierin. Oh, hier moeten we ook snel zijn. Ik denk dat ik deze gasten allebei moet verslaan. Ja, oké. En dan hebben we weer een sterretje erbij. Hoppakee. Tweede ster. Nu alleen de stempel nog. En derde ster. Hatsenflatsie. Oh, hier kunnen we naar boven. Oh, hier kunnen we naar boven. Ik wou daar inderdaad naar boven. Let's go. Ah, laat me daar boven. Laat me gewoon even hier chillen, vrienden. Hier, wil jij schild terug, alsjeblieft? Het is zo leuk. Ah, en hier is inderdaad de stempel. Nu nog even op zoek naar der ster. Oh, die is hier. Die hebben jullie. Mag ik jou... Ik moet jouw schild hebben, vriend. Ja, kijk. Die heb... Nee! Oké, weet je wat? YOLO! Hoppakee, dan springen we er gewoon zo in. Dan grappen we die ster gewoon. Ik wil een kattenbel. Want weet je wat handig is? Met de kattenbel kan je gewoon lekker die paal inspringen. En dan klimt Toad gewoon lekker omhoog. En dan heb je altijd de 1000 punten en het vlaggetje aan het einde van de level. Hallo vriend, wie ben jij? Wil je battelen met mij? Kom dan. Ik maak jou kapot. Ik ben de superblauwe Toad. Ik maak jou kapot, jongen. Hoppakee. Easy. Oh, dit is wel heel makkelijk met Cat Toad. Ah, dit was dikke prima te doen. Hoppa. En de volgende ster in de pocket. Dat is al gelijk de zevende. Dan gaan we even een kijkje nemen hier in Toads huisje. We kunnen kiezen tussen een groot en een klein cadeau. Weet je wat? Ik ben niet gierig. Ik ga voor het kleine cadeau. Lekker. Ja hoor. Kattenkop naar de top. Het is zo grappig dat deze Goomba ook gewoon kattenoortjes heeft. Dat is zo leuk gedaan. Kijk, nice. Nu hebben we weer een kattenpower-uppie. Dan kunnen we gewoon lekker zo, hoppa, een beetje gaan klimmen. Ja, en dan even pauwblokje zo. Uppie pakken. Want we hadden nog niet genoeg uppies natuurlijk. Hoppa. Piem. Oh, daar is een buis. Okay, laten we even in die buis gaan. Ja, kijk. Oké, okay. Dan moeten we nu weer... Moeten we snel zijn? Ja, we moeten heel snel deze blauwe muntjes pakken. Maar dat kunnen wij wel. Want Toad is echt kapot snel. Kijk hoe snel Toad is, jongen. Die is echt niet normaal snel. Oh, ik mis er alleen wel één. Klim op de muur. Klim op de muur. Klim op de muur. De laatste, de laatste. Lekker. Oh, dat was nog close, jongen. Oh, ik heb eentje gemist. Nee joh, blijkbaar heb ik één sterretje gemist. Dan moeten we even terug. Dan pak ik hier eerst even die stempel. En dan jump ik hier gewoon lekker zo. Loop, even naar beneden. Er zal er hier in het begin ergens nog wel één zijn, denk ik. Is er een ster hier in deze boom? Ja, kijk, in deze boom zit een ster. Oké, nu moeten we eigenlijk dus alleen nog maar één ster zien te vinden. Even een po-blokje knallen. Even een belletje oppakken. Nieuw po-blokje kapot maken. En dan denk ik dat die derde ster hier ergens boven zit. Oh, wat? Ja, dan kunnen we dit doen. Kunnen we hierop klimmen? Ah, ja, Wolkie. Hij is sowieso hier, die ster. Oké, en we hebben ook een normale gele ster. Daar kunnen we gewoon keihard van sprinten. Beetje tijd pakken. Alle piranha planten kapot maken. Lekker in een rechte sprint. En ja hoor, daar is die. De derde ster. Dus ja, als je deze game graag wil completen... check dan vooral mijn video's. Zo zie je maar. Het is niet altijd slim om af te snijden, jongens. Je kan ook gewoon misschien beter gewoon even zo lopen. Even geduld hebben. Gewoon even zo, hoppakee, die plant op zijn bakken slaan. En datzelfde gewoon even hier doen, denk ik. Gewoon even geduld hebben tot hij gaat happen naar de baas. En dan, boem. En dan, hoppakee. En dan klaar. En dan lekker warpen naar het einde van de level. Oop. En dan lekker zo springen. En dan, hoppakee, naar de top klimmen. En dan heb je ook dit leveltje. 100%. En in dit scherm zie je dat we alles hebben behaald in deze eerste paar levels. En dat gaan we natuurlijk ook doen voor alle andere levels. Dus wil je dat zien? Druk op dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!